Majesteiten. Majesteiten. De Nederlandse gemeenschap in Italië is niet alleen groot, onthaald op zijn Siciliaans. En straks reist u door naar Milaan. Onder andere voor een ontmoeting met de grote Nederlandse handelsdelegatie die met u is meegereisd. Italië is bekend terrein voor u beiden, majesteit, voor u van kinds af aan, vanaf de jaren op de Monte Argentario. Daar komt nu deze mooie en belangrijke bezoeken bij. Ik denk dat ik namens ons allemaal, ik weet zeker dat ik namens ons allemaal spreek, als ik zeg dat wij zeer blij en zeer trots zijn dat wij op deze manier deel mogen uitmaken van deze bezoek. Majesteit, ik geef u graag. Heel veel dank voor deze warme woorden en heel veel dank voor het ongelooflijke welkom vandaag hier. Wie had ooit gedacht dat Italië zo'n efficiënt land was? Het is de eerste keer dat wij samen één ontvangst Nederlandse gemeenschap gehad hebben voor twee staatsbezoeken en het is waarschijnlijk ook de laatste keer. En dat alles tegelijkertijd in een sauna. Nou, zo efficiënt kan je bij het zijn. Maar goed, ik wil ambassadeur Wijnands en de ambassadeur bij de Heilige Stoel, Chris Geijme, en hun staven heel hartelijk bedanken voor het ongelofelijke werk wat ze gedaan hebben om deze twee staatsbezoeken mogelijk te maken voor mij, mijn vrouw en de delegatie. Want we hebben een hele bijzondere tijd gehad hier. En het is niet het eerste staatsbezoek aan Italië, maar wel het eerste staatsbezoek aan de Heilige Stoel, aan het Vaticaan. En het is toch een heel bijzonder moment ook in de Nederlandse geschiedenis geweest. Maar ook vandaag deze ontvangst de Nederlandse gemeenschap. Om u als vertegenwoordigers van de 2.000-3.000 Nederlanders die in Italië wonen te mogen ontmoeten. Die uit heel Italië hier naar Rome toe zijn gekomen. Zelfs uit het Vaticaan. En hier dus vandaag bij ons zijn om ook te vertellen wat hun ervaringen zijn in het leven in Italië. Heel divers. Van de kunst- en cultuursector, militairen, vrijwilligers. Allerlei soorten mensen die hier hun thuisbasis gevonden hebben en die toch die link met Nederland gehouden hebben en die ons dus kunnen vertellen wat het is om dit prachtige land, dit land waar we zo persoonlijke banden mee hebben, maar ook als Nederland belangrijke banden mee hebben, via de Europese Unie, via NATO, op allerlei manieren zijn we echt gewoon broeders van elkaar. Broeders lijken misschien niet altijd op elkaar, maar zijn wel altijd van elkaar afhankelijk. En ik denk dat u daar als Nederlanders in Italië een hele belangrijke rol bij speelt. Heel veel dank voor de ontvangst vandaag en het gaat u allemaal heel erg goed. Ik nodig u nu allen uit om samen ons nationale volkslied, het Wilhelmus, te zingen.